FC Lisse wil natuurlijk promoveren naar de tweede divisie. De crème de la crème van het vaderlandse amateurvoetbal. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Harkemaasse Boys. Dat vorig seizoen kampioen werd in de hoofdklasse C. En promoveerde naar de derde divisie. En kan nu dus voor het tweede jaar op rij promoveren. En FC Lisse moet de nederlaag van eerder deze week goedmaken op bezoek in Friesland. Vroeg in de wedstrijd krijgt het een hoekschop. Het lijkt een ingestudeerde variant te zijn. Met Kevin van der Zwet. Zijn voorzet komt niet aan. Het schot gaat ook niet op het doel. Maar het eerste wapenfeit is wel van FC Lisse en komt van de voet van Kevin van der Zwet. Maar het schot van de 21-jarige Lissenaar gaat dus over het doel heen van Harkemaasse Boys. Dat ook wat meer uit de schulp begint te kruipen. Met Matthijs Hardijk, het talent van Harkemaasse Boys. Heeft een goede opening in huis richting Henny Bouwiers. Hij scoorde dinsdag de eerste van de twee Friese treffers in Lisse. Maar blijft nu zonder succes. Zoontjes. Is daar slordig in zijn laatste wedstrijd voor FC Lisse. En dan moet Van Boksel een overtreding maken. Dat is maar goed ook, want als de scheidsrechter door had laten spelen, had Harkema in één keer richting het doel gekund. Dat levert nu een vrije trap op. Met achter de bal Oebelen Schokker. Probeert het in één keer. De oudspeler van Cambuur vertrekt volgend seizoen naar Jubbega. Vindt Orlovski op zijn pad. Goede redding van de doelman van FC Lisse. Harkemaasse Boys. Richting Hardijk. Is het Orlovski die twijfelt? En gaat de bal maar net voor het doel langs. Het schot van Matthijs Hardijk. Die overkwam uit de A1 van FC Groningen. Na één seizoen Harkemaasse Boys alweer vertrekt. Hij gaat volgend seizoen naar AZ. Kon de leiding bij AZ overtuigen na een aantal proeftrainingen. En hier is het weer diezelfde Matthijs Hardijk. Pas 19 jaar. En weer op avontuur in het 16 meter gebied van FC Lisse. Maar het is weer de redding van Tim Orlovski. Ook zijn laatste wedstrijd voor FC Lisse. Matthijs Hardijk, een naam om dus in de gaten te houden bij AZ. Ruimte nu voor Boyd Stevens. Die gaat het dan proberen van grote afstand. En een geweldig doelpunt van Boyd Stevens. Speler die overkwam van jong FC Twente schiet van een meter of 25 FC Lisse op een 1-0 voorsprong. En het wordt gevierd alsof de promotie al binnen is. Zeker na de nederlaag eerder deze week op Ter Spekke is het dan toch lekker om op 1-0 voorsprong te komen in Friesland. Een geweldig doelpunt van Boyd Stevens. En Erik Jansema had geen antwoord op die uithaal van Stevens. Zij vieren het feestje al. De meegereisde supporters uit Lisse. En Lisse gaat op zoek naar de 2-0. Nog in de eerste helft. Voorzet is heel ver over alles en iedereen heen. Stevens kan er dan geen voordeel uithalen. Zo fluit de scheidsrechter Bel voor de rust. Dan staat het halverwege in Friesland 1-0 voor FC Lisse. En is de schade die van de week werd opgelopen alweer gerepareerd. En is het nu een kwestie voor FC Lisse om door te pakken in de tweede helft. Van Boksel. Mag ver doorlopen van Boksel. Kan dan ook gaan schieten op het doel van Harkemaasse Boys. Maar het schot van de 34-jarige oud-prof die verlengde en dus ook volgend seizoen uit zal komen voor FC Lisse. Gaat er ruim over het doel heen van Jansema. Orlovski op de rand van het 16 meter gebied. Werkt dan niet goed weg. En is het schot Anus met een hele grote kans voor Harkemaasse Boys. Klaas Schot Anus die ook weggaat bij Harkemaasse Boys. Neemt de camping over van zijn ouders. Hij gaat dus op een lager niveau voetballen volgend seizoen. Krijgt de bal niet in het net. Actie van Ewijk. Ziet ruimte achter in het 16 meter gebied. Komt ook Vermeulen aangelopen. Dat moet de 2-0 zijn. Maar de bal wordt van de lijn gehaald. In de herkansing is het Raus. Zijn schot gaat ruim over het doel heen. Maar FC Lisse is dus wel nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer van de middag. Jansema. Jansema probeert op te bouwen op de eigen helft. En is het Streutker die het zichzelf heel erg lastig maakt. Goed gedaan hier door Rick Vermeulen die dan ook nog het overzicht houdt. En zo kan Rodi van de Putten de 2-0 voor FC Lisse binnenschuiven. Na slecht verdedigend werk van Jens-Jurren Streutker. Die had de bal natuurlijk gewoon vooruit moeten spelen. Hij heeft veel te veel tijd nodig. En Rick Vermeulen weet daar wel raad mee. En houdt dan ook nog knap het overzicht. En Van de Putten in na-competities is bijna een garantie voor doelpunten. Zijn vijfde doelpunt in vier wedstrijden na-competitie na de assist van Rick Vermeulen. En Streutke die kan wel door de grond zakken.
En Lisse staat op 2-0. Jesse, dek eens door, Jesse! Schot van Oebele Schokker is niet lastig genoeg voor Tim Orlowski. Dan neemt de irritatie ook wel toe bij de aanvoerder van de Friese. Daar is de vrede alweer snel getekend. Verre inworp van Henny Bouwiers. Komt op het hoofd van Schotanus terecht en die knikt dan in één keer de bal binnen. En dat betekent dat de stand weer in evenwicht is. 2-1 was de overwinning voor Hakkemaasse Boys van de week in Lisse. En Lisse staat nu weliswaar 2-1 voor. Maar dat betekent dus dat de ploegen op gelijke hoogte staan. Doelpunt van Klaas Schotanus. Oudspeler van Heerenveen en Cambuur. Vertrekt dus naar Nok. Gevaar weer van FC Lisse. Van de Putten te veel tijd nodig. Zit Buis die komt helpen. Die heeft minder tijd nodig om daar Murat Önal te vinden. En wat een geweldig doelpunt van Murat Önal na de assist van Niels Buis. En het is Önal die volgend seizoen gaat vertrekken naar Huizen. In de hoop op meer speeltijd. En hij lijkt vlak voor tijd Lisse richting de tweede divisie te schieten. Prima voorzet van Buis. En Önal die twijfelt niet, haalt in één keer uit. Een geweldig doelpunt van Murat Önal. En als je wilt weten hoe teleurstelling eruit ziet, Erik Jansema geeft het voorbeeld. En dan gaan we richting het einde van de wedstrijd. Vermeulen. Op avontuur, ver op de helft van Hakkemaasse Boys. Duurt even voordat er versterking bij komt. In de persoon van Rodi van der Putten. Knappe actie van Van der Putten. Gaat hij het dan beslissen? En wat een fenomenaal doelpunt van Rodi van der Putten. Zijn zesde treffer in vier competitiewedstrijden. Kwam in de winter over uit Friesland. Van Cambuur Leeuwarden. En beslist hier in Friesland deze na-competitiestrijd met Hakkemaasse Boys. Want hij schiet de vierde treffer van FC Lisse binnen. Krijgt nog wel de gele kaart van scheidsrechter Bijl. Maar die zal die over 20 seconden alweer vergeten zijn. Want het lijkt er toch op dat het beslist is. Hakema probeert het nog wel. De bal richting Klaas Schotanus. Komt niet aan. En dan is het wachten op hem. Scheidsrechter Edgar Bijl uit Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn de ogen nu op gericht bij de 4-1 voorsprong van FC Lisse. Op bezoek bij Hakkemaasse Boys. En als de scheidsrechter dan fluit, dan is de promotie van FC Lisse een feit. En zij winnen in de na-competitie van de Hakkemaasse Boys. En komen volgend seizoen dus uit in de tweede divisie. En dat zorgt voor teleurgestelde gezichten bij Hakkemaasse Boys. En voor een groot feest natuurlijk bij de spelers van FC Lisse. Waar ook Tom Zoontjes bovenop zijn teamgenoten duikt. De aanvoerder stopt volgend seizoen met het spelen van topamateurvoetbal. Maar dat zal het feesten niet minder opmaken. FC Lisse promoveert dus, zoals gezegd, naar de tweede divisie. Ja, dat is fantastisch. Als je zo begint in deze wedstrijd, zo vroeg al hier de 1-0 voor. Ja, dan weet je gewoon, dat je zag aan hun dat ze fysiek nog slechter dan ons waren. En dan weet je gewoon dat het een hele mooie wedstrijd kan worden als je dan zo vroeg die goal maakt. Dus dat zie je ook, dat het mooi is uitgepakt. Nee, dit is heel mooi. Hier hoop je op en dinsdag viel even tegen. Maar dan deze kant op reizen en met 4-1 winnen, dat is fantastisch. Ja. Ja, maar die gaan we niet. Hey! Dat was een flinke bak water bovenop Robert de Ruiter, die even op temperatuur moet komen. De spelers hadden het zorgvuldig gepland. Gelukkig zie je dat de verslaggever aankomen, kan je een stapje achteruit, dan komt hij weer. Nou ja, niet uitzenden!